Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in peper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is nu 10 uur. Ik moet straks om 12 uur werken. Ik heb mijn make-up al gedaan en ik heb gedoucht. Ik moet mijn haar nog even doen, want het ziet er echt niet uit. Ik ga zo meteen mijn spullen brengen naar mijn vader toe. Want ik moet straks met het OV naar werk toe. Ik haat dat echt. En ik heb nog een pakketje daar gekregen, dus die ga ik zo meteen unboxen. Dus ik moet eigenlijk ook even kijken hoe laat mijn OV gaat. Ik ga in ieder geval nu even mijn spullen pakken. En dan ga ik richting mijn vader toe. Even kijken. En dan zal ik even het pakketje laten zien. Ik ben bij mijn vader. En ik heb even mijn spullen hier gebracht. Ik heb nog een trui van Mika, maar ik doe zo meteen mijn werkkleding aan. Ik ga even wat drinken pakken. En iets te eten. Want ik moet straks dus heel lang werken. En dan krijg ik altijd heel erg trek. En ik heb dus een pakketje binnen van... Oh, waarom doe ik dit er? Ik heb een pakketje binnen van Chiquelle, dus dat ga ik jullie nu even laten zien. Oké, ik heb mijn camera heel even anders neergezet, want dan kunnen jullie mij wel beter zien. Maar ik heb dus een pakketje van Chiquelle. En ik heb met dit merk best wel vaak samengewerkt. En dan krijg ik altijd iets leuks opgestuurd. En het was een tijdje geleden dat ik had dat doorgegeven. Dus ik weet eigenlijk niet meer wat ik had besteld. In verband met nieuwjaar en allemaal dat soort dingen. Maar ik ben altijd super tevreden. En ik zal altijd mijn eerlijke mening geven. En ik heb altijd een kortingscode voor jullie. En nu met de code Janette20 krijg je 20% korting. En ik zal altijd alle linkjes en zo in de beschrijving zetten voor de mensen die dat even willen zien. En ik zal natuurlijk ook try-on beelden, want dan, ja, dat is gewoon veel beter. Want dan weten jullie gewoon ook hoe het mij staat. Voor de mensen die het willen weten, ik ben ongeveer 1,60 lang. En meestal qua bovenkant heb ik een S en qua onderkant een 36. Dus dan weten jullie ongeveer wat het is. Als eerst heb ik dit witte topje en ik heb deze ook in het blauw en deze vind ik echt super fijn. Hij heeft een ribbelpatroontje en hij is echt heel erg zacht. En ik hou gewoon echt van dit soort shirts omdat je het overal op kan doen. En deze heb ik besteld in een maatje S. Dus hier ben ik super blij mee. Oh, dit zag ik niet eens. En hij heeft super leuke flared mouwen. Oh, dit is echt top. Hier hou ik echt van. Ik hoop dat hij niet te erg doorschijnt, maar ik vind deze echt heel erg leuk. Als tweede heb ik een superleuk broekje gekregen. En ik zag deze en toen wilde ik hem echt heel graag. Dus ik hoopte ook echt dat ik hem kreeg. En het is een leuk donkergroen broekje met een hele leuke strik hier aan de voorkant. De strik zit niet helemaal goed, maar jullie snappen het idee. En hij loopt dan zo wijd uit. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik hoop niet dat hij te lang is. Maar deze heb ik in een maatje 36. En ik hoopte zo erg dat ik deze zou krijgen. Dus top. Ah, top. Echt top. Ik heb deze trui ook in het wit volgens mij. En deze zit echt heel erg lekker. Het is in een one size. En hij heeft dus van die grote mouwen. Van een soort van, hoe heet dat? Van die ballonmouwen. En het is gewoon een mooie grijze kleur. Met zo'n hoge kraag. Oh, hier ben ik echt blij mee. Hij is ook best wel een beetje kort. Maar dat vind ik wel fijn. Want ik hou echt niet van dat die truien zo heel lang zijn. Dus echt top dit. Echt heel erg leuk deze trui. Volgens mij is dit een zwarte trui. En je kan nooit genoeg zwarte truien hebben. Want ik draag echt heel vaak een zwarte trui. En die is hetzelfde als die witte trui die ik in mijn vorige week vlog ook aan had. En deze is ook in een one size. En deze trui is heel zacht. Want ik heb hem dus al in het wit. En hij zit echt heel erg lekker. Dus I am very happy. Ik hoop dat alles goed zit. En ik zal de linkjes dus allemaal in de beschrijving zetten. En met de kortingscode Janette20 krijg je dus 20% korting op alles. Dus dat is superveel. En als je nog vragen hebt over producten, kan je dat gewoon stellen in de comments. Ik dacht, ik doe een paar van de items alvast aan. Nou, dit is in ieder geval de trui. Super simpel. En hij komt gewoon precies zo over mijn navel. En dan poft hij nog een beetje zo op. Super leuk. En hij is lekker zacht. En ik hou gewoon echt van deze basic grijze trui. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is de zwarte trui. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. Ik ga het sowieso deze week ook nog wel aandoen. En hij heeft dus van deze hele leuke mouwen. En deze kan je ook nog een beetje opstropen. Dus dat vind ik super leuk. Hij zit ook echt heel erg lekker.
Dus weer gewoon een lekkere zwarte basic trui. Ik ben terug van werk. En ik ga nu lekker eten. Mijn vader heeft ook kibbeling gehaald. Dus daar heb ik heel veel zin in. En het is inmiddels al 6:30. En ik ga zo meteen naar Mick toe. Die moet tot 8:00 werken. En dan haal ik hem op uit werk. En dan blijf ik daar slapen. Want morgenochtend moet ik helaas wel heel vroeg weer werken. Maar er is even niks anders. Want ik had beloofd om daar te gaan slapen. En ik heb ook nog een pakketje van AliExpress. Waarschijnlijk zijn het stickers voor mijn bullet journal. Wat die had ik besteld. Het zijn stickers voor mijn bullet journal. Maar ik had ook al stickers, laat maar zeggen, voor andere seizoenen en zo besteld. Dus dit is echt van de herfst. En daarachter zitten ook nog andere stickers. Deze in ieder geval. Maar ik vond het wel gewoon heel erg nice om te hebben. Oké, ik heb net gegeten en ik heb mijn nieuwe trui aan van Chiquelle. Ik vind hem echt super leuk en ik heb eronder even een flare broek. En ik ga nu onderweg naar Mick toe, want ik blijf daar slapen. Dus dan, ja, dat eigenlijk. Dus ik ga nu daar naartoe. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is nu 1:15. En ik moest van 7 tot 12 werken. Dus ik ben best wel moe. Aangezien ik gisteren bij Mick sliep, dus ik moest daar heel vroeg weg. Maar ja, het is niet anders. Ik moest gewoon echt even gaan werken. Voor de rest, ik heb nu mijn sportkleding alweer aan. Want ik ga nu naar de sportschool. Goeie voornemens. Nee, maar ik moet gewoon echt naar de sportschool toe gaan. Want ik had dat tegen mezelf gezegd. En ik heb de afgelopen dagen heel veel spierpijn gehad. En nu is het eindelijk weer een beetje weg. Dus ik ga nu even een uur zelf sporten. En ik heb ook mijn nieuwe sportbroek aan. En een blauw shirt. Ik zal het eventjes laten zien. En als ik iets film, dan film ik even met mijn telefoon. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Op zaterdag is het best wel druk altijd. Wat ik aan heb is deze zwarte broek. Maar je ziet het niet heel goed. Met dit blauwe shirt. Ik ben al een tijdje klaar met sporten. Ik heb me opgemaakt. Want ik heb ook even gelijk gedoucht. En het is nu 4:30. En ik ga nu naar Mick toe. En dan gaan we eerst bij voetbal kijken. En daarna weten we nog niet precies wat we gaan doen. En ik heb mijn nieuwe trui aan van Chiquelle. Maar ik zal zo meteen nog even verder filmen. Maar ik ga nu eerst even naar Mick toe. Want anders wordt het allemaal heel erg krap. Dus ja. Ik zit dus nu in de auto. En daarnet heb ik gesport. En ik zou nog even het verhaal verder vertellen. Want ik wilde eigenlijk vandaag de hele dag gaan leren. En dan zou ik vanavond met Mick afspreken. Alleen het leren is een beetje weggevallen. Want ik kan me gewoon niet concentreren. En dan kan ik beter maar gewoon morgen de hele dag gaan leren. Dus ik ga morgen de hele dag leren. Ik ben nu onderweg naar de voetbal. Alleen het regent echt zo hard. Dus ik ga sowieso niet buiten staan met dit weer. En ik had vandaag dus die nieuwe sportbroek aan. En die was echt heel erg chill. Want bij Zalando heb je dus van dat Even en nog iets van de Only is het volgens mij. En het is best wel goedkoop. En het is echt heel erg fijn. Dus als je nog goede sportkleding zoekt, kan je dat dus daar kopen. Ik ga in ieder geval nu verder rijden en me even concentreren op de weg. Dat doe ik helemaal niet. Oké, ik ben samen met Mick. En we hebben net heel slecht gegeten. En ik ben er echt niet... Niet slecht, het was wel lekker, maar... Ja, we hebben bij de McDonald's gegeten. Maar ik heb vanochtend wel gesport, dus het mag. En we gaan nu even wat cola halen bij de Dirk. En daarna gaan we naar mijn huis. En dan blijf ik vanavond bij mij slapen. En ik zal nog even laten zien wat ik aan heb. Oh, dat heb ik volgens mij al laten zien. Ik weet niet. En ik had me net dus klaargemaakt en toen ging het regenen. En nu is mijn haar echt. Ik had nog een pakketje van Zalando. En ik dacht, het is wel leuk om met jullie open te maken. Want ik heb namelijk wat nieuwe sportkleding besteld. Want als ik nieuwe sportkleding koop, dan krijg ik gewoon heel veel motivatie om te sporten. En ik heb het gewoon nodig, want als je wat vaker gaat, dan heb je ook gewoon voor meerdere dagen sportkleding nodig. Want ik vind het heel vies om het 2 keer achter elkaar aan te doen. Alles pas, maar ik heb in ieder geval een paar broeken en een paar shirts. Ik heb deze broek. En hij heeft een beetje een gestreept patroontje. Super nice. Heb ik een broek van Puma besteld. En dit is een legergroene broek. En op de zijkant staat hier Puma. Helemaal onderaan bij je benen. En hij ziet er heel krap uit. Maar ik denk dat ik hem wel ga passen. Want dit soort dingen stretchen toch heel erg.
Dus dit is een simpele groene broek. Dan heb ik een soort marble dingetje. Zo'n broek. Deze vond ik ook wel echt heel erg vet. En ook wat anders dan normaal. En die heeft een soort van, ja, het lijken eigenlijk wel een soort van verf. Ja, hoe noem je dit? Ik vind hem in ieder geval heel erg nice. Maar ik zal ze sowieso ook nog laten zien als ik ze aan heb. En dan had ik nog twee shirts. Een grijze en een zwarte. Want die zijn gewoon heel erg handig. En ik had nog een zwarte broek. En dit heeft een soort van, ja, ik weet dus niet of je het goed ziet, want hij is heel zwart. Maar hij heeft dus een soort panterprintje. En dit vond ik wel heel vet, met zwart. Dus deze ben ik ook heel erg blij mee. En ik ga in ieder geval morgenochtend na werk sporten. Dus dan zal ik wel een van de outfits even aandoen en aan jullie laten zien. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ga nu eerst Mick naar werk brengen. Als die eindelijk klaar is. Mick, ben je klaar? Ja, dus. En daarna ga ik de hele dag leren. Volgens mij heb ik gisteren ook niks meer gefilmd, maar we gaan eerst naar de auto lopen. Maar, oh, dit is wel echt heel erg licht. Ik heb het tegen mij of het eitje? Ik dacht tegen jou of het eitje? Nee, dat heeft het piept mijn vader alleen aan jou aan hoor. Voor mij gaat hij geen ei bakken. Alleen voor jou. En ik ga Mick dus nu even naar werk toe brengen, want hij is weer echt super lui. Ik heb aangeboden om zelf te gaan, mevrouw. Waarom ben je niet zelf gegaan dan? Ja, los van mijn hamstring. Kijk, dat bedoel ik dus. En we gaan dus nu even met de auto. Ik was bezig met mijn kleding aan het opruimen. En toen wilde ik deze doos op het bureau zetten. En toen viel dit potje met poeder om. En echt alles is eruit gevallen. Dus dat mag ik zo meteen gaan opruimen. Fijn als je je kamer aan het opruimen bent en je nog meer rommel maakt. Maar met mijn kleding opruimen gaat het wel goed. Dus ik hoef alleen dit nog te doen. En dan ben ik eindelijk klaar. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd. In ieder geval heb ik al mijn kleding opgeruimd. Ik heb het hier allemaal opgehangen. Het bakken eronder. Het lijkt niet helemaal opgeruimd. Maar er zit echt een soort structuur in. En ik heb dit allemaal opgeruimd. Mijn kastje heb ik opgeruimd. Mijn bed moet ik nog opmaken. Maar zo opgeruimd. Alleen het bureau is echt een ramp. Maar daar heb ik eigenlijk niet echt heel veel zin in om dat te doen. En jullie zullen vast wel denken, wat ga je nu doen? Maar ik ga Mick ophalen, want wij spreken altijd op zondagavond af. Als we samen Ex on the Beach gaan kijken. En ik heb vanaf morgen stageweek. En ik wil morgen heel graag iets doen op stage, maar weet even niet wat. Dus daar moet ik heel even over nadenken. En ja, Mick en ik vinden het gewoon heel chill om samen te slapen. Dus daarom ga ik hem zo meteen even ophalen, want hij heeft vandaag gewerkt. En ik heb vandaag voor de rest geleerd, want ik heb binnenkort weer toetsweek. Dus dan ja, moet je altijd best wel veel doen. Het is niet heel moeilijk, zeg ik erbij. Het is heel veel. Want bijvoorbeeld voor geschiedenis, dat heb ik allemaal al gehad. Maar je moet 50 kanonvensters leren. Voor sommige mensen die geschiedenis hebben, weten dat wel. Gewoon een beetje een soort van de belangrijkste dingen uit de geschiedenis. En ik heb nu mijn pedagogiek terug. Want daar had ik laatst een toets van als je mijn weekvlogs volgt. En ik heb echt geen idee hoe, maar ik heb een fucking 8 gehaald. Dus ik ben echt heel erg blij en dat had ik ook echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat ik een goed cijfer zou halen. Maar ik vind dat zo eng om te zeggen, want soms dan zijn je voorspellingen fout. Dus als ik een 6 had gehad, was ik ook heel erg blij. Maar een 8 is natuurlijk altijd echt super mooi. Dus dat. En wat ik aan heb is gewoon weer lekker deze trui van Chiquelle. Ik ben er echt heel erg blij mee. En je kan hem dus bestellen met de code Janette20 of 20 Janette. Dat zal ik wel even in beeld zetten. Met even een legging. En ik ga nu eventjes Mick ophalen. Ik heb Mick net opgehaald. Yes. En hij is nu voetbal aan het kijken. Yes. Zou het beter thuis kunnen blijven? Yes. Nee, niet yes. En nu ga ik heel even iets aan mijn stage doen, want als jij dit gaat doen, dan ga ik aan mijn stage. Maar jij zegt gisteren dat je het ook leuk vindt om voetbal te kijken naar mij. Dat heb ik gisteren gezegd. Wat zei je, dat het leukste is wat je vindt om bij mij voetbal samen te kijken? Echt, ik zeg het. Ik lieg nooit, dat is één ding dat zeker is. Waarom stelt hij scherp op de lampjes en niet mijn hoofd? Doorschuiven naar links, ik wil het niet bereiken. Omdat de lampjes scherper zijn in je hoofd. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het is nog echt heel erg vroeg. Want ik heb deze week stageweek, dat heb ik helemaal niet verteld. Maar ik moet dus elke dag om 8 uur beginnen. Dus om 7:45 moet ik weg. En het is nu bijna toch? 7:45? Ja.
Dus we gaan nu even tanden poetsen. En daarna gaan we weg met de auto. Ik heb een shirt aan van Chiquelle. En ik heb zo'n flare broek aan van de Sting. Die echt ongeveer iedereen heeft. En ik ga nu even mijn tanden poetsen. Ik ben terug van stage. En ik ben ook gelijk naar de sportschool gegaan. Want anders ging ik het sowieso niet meer doen. Omdat ik dan... Wacht, ik zal even dit dingetje uitzetten. Zo irritant. Want ik wist gewoon... Als ik niet mijn spullen zou meenemen, dan moest ik eerst langs huis. En dan ging ik sowieso niet meer sporten. Dus dat is ook de reden dat ik niks heb gefilmd. Omdat ik de stage had. En ik kan daar natuurlijk niet de kinderen filmen. Ik had vandaag... Gingen we lezen. En voor morgen moet ik een aardrijkskunde les voorbereiden. En een rekenles. Dus ik zal zo meteen even laten zien hoe ik dat doe. En met sporten had ik deze nieuwe broek aan. En die zat echt super chill. Met gewoon een zwart shirt. Want ik hou echt van... Het is wel een sportshirt. Maar ik hou gewoon van met lange mouwen sporten. En mijn haar is echt heel vet. En ik moet nog voor stage dingen doen. En ik wil ook eigenlijk nog echt gewoon even lekker in bed YouTube kijken. Want ik ben best wel moe. En vanavond... Weet nog niet zo goed wat ik ga doen. Ik weet wel dat deze weekvlog heel anders is dan normaal. Ik ga woensdag nog met vriendinnen wat leuks doen. Dus dan kan ik sowieso wat filmen. Maar ik heb nu gewoon stageweek en ik wil wel gewoon elke week vloggen. Dus dat. Maar ik ga nu in ieder geval douchen, want mijn haar is echt heel vies en het voelt echt als touw. Oké, Mick is bij mij en we zijn allebei huiswerk aan het doen. Want ik moet morgen 2 stageopdrachten uitvoeren. En ik ga een aardrijkskunde les geven met groep 3. En wat ik dus ga doen, ik heb een plattegrond uitgeprint van hun buurt. En dan hebben ze dichtbij een zwembad en een bibliotheek. En dan ga ik daar, dat ze dan van die routes moeten lopen op die manier. En dat is een beetje ongeveer wat het is. En ik ga een rekenles geven en dan ga ik eerst van die mix- en koppel dingetjes doen. Dat ze van die sommetjes krijgen en dan moeten ze rondlopen en dan moeten ze dat van elkaar oplossen. En daarna heb ik nog een werkboekje gemaakt met wat ze kunnen gaan doen. En dan ga ik dat gewoon uitleggen. En het is nog best wel vroeg. En Mick en ik gaan straks... Weet je niet wat we gaan doen? We willen heel graag iets doen, maar we weten niet wat. Gaan toeren. Ja, we willen met de auto. Kijk waar we naartoe gaan. Misschien gaan we wel even naar Frankrijk of zo, of België. En, en daarna gaan we... Oh, die lamp is ook echt heel kut op mijn hoofd. En daarna gaan we in overtraining kijken. Want dat gingen we vorige week voor het eerst kijken. En het is echt heel grappig om te kijken. Op. Het staat op Videoland. Het gaat over de handhaving en de dierenbescherming en zo. Het is kind de handhaving. Het slaat nergens op, maar het is gewoon grappig om te kijken. Dus dat gaan we vanavond doen. En dan moeten we weer een week wachten voordat het weer online komt. We moeten gewoon even aan een serie beginnen. Wat gewoon er helemaal op staat. Waarom kunnen wij nooit samen films of series kijken? Misschien heeft er wel een. Nou ja. Wat dan? Er weet een. Hoe heet het? We wilden ooit een keer beginnen aan een serie. En dat Mokro Mafia. En toen hadden we de eerste aflevering samen gekeken. Toen hadden we dus een tijdje dus niet gekeken. Dus en Mick en ik zouden dus gewoon samen de volgende aflevering kijken. Toen had ik dus tegen hem gezegd, nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel echt leuk vind. Dus je mag het wel zelf kijken. En toen zei hij, oh, ik heb alles al gekeken, dus dat komt goed uit. Ja, maar eigenlijk is het best wel goed eigenlijk uiteindelijk gekomen. Ja, maar wat nou als ik het wel samen wilde kijken? Nou, dat wil ik niet. Dat maakt het niet uit. Dus ja, zo geen gaat het. Geen oogkoeien te sloten halen, hè? Kom. Oké. Maar ik ga dus nu mijn stageopdracht afmaken. En donderdag op mijn mentor. Dan ga ik een proefje doen. Dus die doe ik dan morgen. Moet ik alleen morgen nog iets voorbereiden. We moeten ook nog kijken hoe we morgen gaan doen, hè? Maar, ja. Oké. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het is heel vroeg, want ik heb de stageweek, zoals jullie weten. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik kan nog heel even één steltoon hier door mijn haar, want het is echt een beetje aan het pluizen. Ik heb me alvast omgekleed. En ik sta nu te douchen. Ik weet niet of je dat nu hoort, maar oké. En ik ben echt heel erg moe.
Dat is gewoon echt het grootste nadeel aan stage. Het is echt heel erg vroeg. En ik heb dan nog echt geluk dat mijn stage heel dichtbij is. Maar ik krijg donderdag mijn nieuwe stage te horen. En ik vrees echt voor dat ik naar, weet ik veel, helemaal heen moet. Gelukkig heb ik een auto. Maar als je dat niet hebt, is dat echt heel erg rot. Sommige keer in Amerika moeten ook echt een uur reizen. Maar ik ga in ieder geval me even verder klaarmaken. En dan zal ik mijn camera mee naar school nemen. Want ik ga na school gelijk weer iets anders doen. En ik ga niet eerst naar huis. Goedemiddag. Het is vandaag woensdag. En het laatste wat ik heb gefilmd heb ik eigenlijk geen idee van. Maar ik weet wel dat het heel lang geleden is. En dat ik nu echt even een sprongetje maak van een dag. Voor een weekvlog is dat lang. Het is woensdagmiddag en ik ben net terug van stage. Want de kinderen hebben natuurlijk alleen in de ochtend les tot 12 uur. En dat betekent dus dat ik over de helft zit van mijn stageweek. Gisteren toen ging ik dus naar stage toe. Toen was ik om 4 uur... Nee, ik was om 4:30 thuis. Toen ging ik gelijk richting Mick, want ik ging daar eten. En toen ging ik mee naar zijn voetbaltraining. En toen heb ik daar aan school gewerkt en naar zijn training gekeken. En toen wij thuis waren, waren we helemaal bevroren. En dan had ik eigenlijk echt geen zin om de camera erbij te pakken. Dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Maar ik kwam nu thuis en ik ben nu even bezig met een tosti aan het maken. Want ik heb geen middag gegeten. Want als ik op woensdag naar school ga, vind ik dat altijd een beetje onzin om mee te nemen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik zit even te kijken, want ik ga nog een proefje doen. Ik zat even te kijken of we peper en zout hadden. Maar ik bedenk me nu dat we helemaal geen ballonnen hebben. Of hebben die wel? Dan moet ik even vragen zo meteen. Ik ga in ieder geval nu een tosti eten. En ik zag dat ik een pakketje binnen had van Naked. Maar die komt waarschijnlijk in de volgende week vlog. Die komt in de volgende week vlog, want morgen is de laatste dag dat ik ga vloggen. En straks komen vriendinnen naar mij toe. Of we gingen naar de stad. Moet ik zo meteen even vragen. En dan gaan we waarschijnlijk even iets in de stad drinken. Of even bij mij thuis. Het is namelijk echt heel erg koud. Maar ik ga in ieder geval nu een tosti maken. Want ik heb echt heel erg trek. Ik heb net een tosti gegeten. Dit ding staat aan omdat ik het echt heel erg koud heb. En ik was ondertussen YouTube aan het kijken. En ik heb dus een pakket van Naked. En die ga ik in de volgende week vlog unboxen. Ik ga nu wel alvast stiekem even kijken. Dus als je wil weten voor de kortingscode en alles, dan moet je even de weekvlog van volgende keer in de gaten houden en even abonneren. Maar ik ga nu alvast even kijken en misschien doe ik morgen wel alvast wat aan. Heb je dat gezien? Oh, want dat ga ik nu... Nee, had hij dat ook uitgelegd op Ex on the Beach? Ik heb hem niet... Ik ben met Eve. Na 1000 miljoen jaar. Dat zeg ik echt elke keer als ik Eve wil zien, maar dat is ook echt zo. Er zit altijd heel lang... We gaan nu even een stukje van Ex on the Beach kijken. We hebben het allebei allemaal gezien. En ik ga even wat drinken pakken. En ik heb even omgekleed, want we gaan straks even een drankje doen in de stad met Im en met Lieke. Rijden we dan achter? Ja, je gaat bij mij. Maar wacht, mag ik weet dus niet. Misschien is het wel beter als ik mee ga eerst. Ga gewoon mee met mij in de auto en dan rij je gewoon naar. Ja, oké. Okay. We hebben ons helemaal klaargemaakt en we gaan nu naar de stad. Im is ook aangekomen. Dat is wel zeker aangekomen. Ik dacht, wat bedoel jij? En we gaan nu wel drinken dus in de stad. Doeg! Ik ga naar Spring City. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Sorry voor de make-up over mijn ogen en mijn natte haar. Maar ik heb straks stage. En mijn mentor komt vandaag kijken, want ik krijg vandaag te horen of ik mijn stage heb gehaald. En als ik eerlijk ben, ben ik best wel zenuwachtig. Maar ja, dat krijg ik dus vandaag te horen. Ik ga vandaag een proefje doen als mijn mentor komt. Waarvan ik hem niet heb uitgetest. Dus als het fout gaat, sta ik nogal verschut. Maar ja, ik had er echt geen tijd voor. Want ik ging gisteren natuurlijk met mijn vriendinnen in de stad wat drinken. Wat echt super gezellig was. Want we zien elkaar gewoon echt niet meer zoveel. Dus dit was gewoon echt super chill. En toen wilde ik eigenlijk als ik terugkwam nog iets daaraan doen. Maar dat was eigenlijk gewoon echt een super slecht idee. Omdat ik echt heel erg moe was. Dus ik ga nu even ontbijten. Ik heb me al klaargemaakt. Ik ben bijna klaar. Maar ik kijk altijd gewoon even een YouTube video als ik me ga klaarmaken. Als ik ga eten. En dan moet ik over een kwartier alweer naar school toe. En dan zal ik snel laten weten vanmiddag. Want ik krijg ook vanmiddag mijn nieuwe stage te horen. Wat ik... wat wilde ik zeggen? Wat er gaat gebeuren. Ik ben terug van stage. Eindelijk.
En ik heb echt heel erg koppijn. Maar ik heb heel goed nieuws. Want ik heb mijn stage gehaald. Yay! Met een dikke voldoende, zei ze. Ik weet nog niet precies het cijfer. Want uiteindelijk wordt het door mijn stage mentor. Dus de mentor van waar ik stage loop in groep 3, 4 beoordeeld. En dan mag mijn mentor van school mag dan nog kiezen van ga ik het hoger geven of lager. Zij beoordeelt het uiteindelijk op die manier. Maar het ging echt super goed. Het was wel een beetje chaotisch en daardoor heb ik gewoon een beetje koppijn. Want ik vind het gewoon heel lastig om soms oor te houden. Dus dat is wel een beetje een aandachtspuntje voor mij. Maar ik heb het gelukkig wel gehaald. Dus ik ben echt heel erg blij. En het is nu 4:30 en ik moet over een uur weg voor werken. En daarna ga ik met Mick afspreken, want die gaat een paar dagen weg met school. En dat dus. En ik moet mijn lessen voor morgen nog voorbereiden. Dus ik ben echt heel erg moe en ik voel me ook niet echt top. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon even zwaar deze hele week. Het weekend moet ik ook heel veel werken en leren, maar het is niet anders. Het is beter dat Mick er nu niet is, want anders dan kon ik dit weekend ook niet goed leren. Ik ga in ieder geval nu even wat eten, wat ook gelijk dan mijn avondeten is. En ik snap echt niet waarom we zo'n grote pot pindakaas hebben. Niemand eet ook bij ons thuis pindakaas. Ja, ik ben er ook nog eens allergisch voor, maar het is niet eens dat je dit kon kopen. Het is ook groter dan mijn hoofd, maar oké. Too much information. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik mijn stage heb gehaald. Ik ga nu in bed en dan wat eten en dan ga ik mijn lesvoorbereidingsformulieren maken voor morgen. Ik moet ook een knutselopdracht verzinnen en dat is best wel lastig. En ja, dat is. Ik ga even mijn hoofd dicht maken.